dames en heren, Christoph Vekerman. Nu moet je weten, een van de zeer weinige voordelen van in België te wonen is dat je je steeds op minder dan een drietal uren rijden van de Nederlandse hoofdstad Amsterdam bevindt. Dus toen ik hoorde dat Bret Easton Ellis naar het Comedy Theater in het Nes zou komen afzakken, twijfelde ik uiteraard geen seconde. We schreven 16 september 2010. Ik zal het nooit vergeten. Wat een dag. 'S Ochtends werd ik wakker en nadat ik zo'n drie kwartiertjes op mijn rug naar het plafond had liggen staren, stond ik onmiddellijk op. Ik nam een bad, poetste mijn tanden, ging naar de bakker voor een croissantje en telde die minuten af als een bezetene. Niet veel later was het al reeds tijd om te vertrekken en danig opgewonden stapte ik in mijn wagen. Je moet weten immers dat Bret Easton Ellis een heus idool van me is en het feit dat ik hem in levende lijven zou zien en ja, wie wist zelfs zijn handtekening zou kunnen versieren, joeg me bij voorbaat reeds de noem het stuipen van verrukking op het lijf. Nee, werkelijk, stak ik me daar even in een humeurtje, dames en heren, een humeurtje. Zo'n humeurtje had ik eerlijk waar in mijn verder nochtans zonovergoten bestaan nog maar heel zelden meegemaakt. Als dat maar goed afloopt, dacht ik. Waarschijnlijk niet, voegde ik er peinzend aan toe. Zou ik niet beter terugkeren voor het te laat is? Gelukkig echter zette ik dapper door en wel degelijk zonder kleerscheuren bereikte ik even later de stad waar het die avond over niet meer dan enkele uurtjes allemaal gebeuren zou. Ik parkeerde, stapte joelend uit en huppelde met beide wijsvingers omhoog als een voetballer die net gescoord heeft langs de wereldvermaarde grachten waarbij ik zelfs niet naliet om op gezette tijden eensklaps op mijn knieën neer te zijgen en met luider stemmen de Heer te bedanken, want een van de zeer weinige voordelen van in België te wonen is dat in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam geen mens je kent en je daarbij gevolg, zoals dat heet, volledig jezelf kunt zijn. Een kans die ik natuurlijk niet kon laten liggen. Toen ik een klein uurtje later het bordeel weer had verlaten, bleek warempel etenstijd al te zijn aangebroken. Dat ging goed vooruit, zeg. De tijd vloog hier waarlijk voorbij. Heel anders was dat dan in België. Daar was het nu waarschijnlijk nog altijd voormiddag. Maar goed, wat schafte de pot? Kroketjes, lekker bekte ik. En als een speer vloog ik een lukraak uitgekozen febozaak binnen. Kroketjes, danste ik hoogstemmig om mijn eigen as heen op het ritme van mijn geestdrift, die nu werkelijk, zo vond ik stiekem ook zelf, scherenderwijs in de buurt van haast angstwekkend hoge toppen begon te komen. In gedachten maande ik mezelf dan ook om toch een klein beetje gas terug te nemen, maar het hielp maar weinig en ongetwijfeld zou ik nog vele minuten lang hebben staan brallen van kroketjes, lekker, lekker, als niet opeens mijn oog, als niet plotseling gebleken had dat ik zo waar, als ik niet onverhoeds in de gaten had gekregen dat ik echt waar op niet meer dan 2 meter afstand stond van nee, je raadt het nooit. Of misschien toch wel, want ja, die mens moet ook eten natuurlijk. In elk geval, ik zweer het je, daar stond hij. In al zijn glorie. Op niet meer dan 2 meter van mij af. Joost Zwagerman. En wie stond er naast Joost Zwagerman? Je raadt het nooit. Bret Easton Ellis, inderdaad. Bret Easton Ellis en Joost Zwagerman stonden daar zomaar even vlak bij mij in de febo. Om de beurt een hap nemend, waarbij de hitte uit hun half open monden walmde, plomp verloren een gehaktstaaf te delen. Wel had je ooit, zeg, wat een dag, ik zeg het nog eens, nu jij weer. Ik raapte al mijn moed bijeen natuurlijk en stapte op de beide mannen af. Smaakt het, heren, informeerde ik. Ik kon gewoon Nederlands spreken, want een van de zeer weinige voordelen van in België te wonen is dat men er desgevallend in Amsterdam stevast van uit blijkt te gaan, ook al ben je minutenlang in het Vlaams aan het woord, dat je Engels praat.
Excuse me, vroeg Joost Zwagerman dan ook. Wil het een beetje smaken, herhaalde ik. Oh, great, zei Joost. Tastes very good. En dus, Mr. Ellis, fancy the little tidbit, wende ik mij tot de andere schrijvers. I really do, deelde deze mij mede. By the way, you have a rather strange accent, voegde hij eraan toe. Where do you come from? Ik kom van België, antwoordde ik. Nice country, knikte Zwagerman. All right, we gotta go now. En weg waren ze, de beide literaire grootheden, om pas wederom te verschijnen op het podium van het onvolprezen Comedy Theater in het Nes. Wat een avond werd het nog. Het publiek bestond uit niets dan intellectuele, lekkere wijven en niet zelden zelfs de beide tegelijk. En daar zat ik dus mooi tussen. Ik als Vlaamse boerenpummel, als was het niets. Er was trouwens nog een Belg aanwezig. Beetje een raar type, als je het mij vroeg. Hij las een verhaal voor over iemand die behalve fan van Joost Zwagerman en Bret Easton Ellis ook en vooral een enorme weergaloze loser bleek te zijn. Maar goed, ja, wie ben ik om zoiets te zeggen? Het eindigde ermee dat verhaal dat de schrijver tot slot nog eens wilde benadrukken hoe groot de eer en het genoegen voor hem waren om aan de voorstelling in kwestie deel te mogen nemen. Je zal zeggen, wat een slijmbal zeg. Maar ik zag dat hij het meende uit de grond van zijn dankbare hart.